voor mij is het iets wat je nooit los zou kunnen koppelen en waarvan je als overheid altijd zou moeten zeggen, wij geloven in sport, dus we investeren in sport. Maar breed sport en sport voor iedereen, ja, dat is natuurlijk wel waar het begint. Dat is ook wat je wil. Dat iedereen, werkelijk iedereen, lol in sport ervaart. En als u dat vandaag niet ervaart, dan hopen we dat mensen dat morgen ervaren. En wat mij betreft, als iets nou corona ons ook geleerd heeft het laatste jaar, is dat er ongelooflijk behoefte is aan sport. Aan sport als ontmoetingsplek, sport voor vitaliteit, sport als uitlaatklep voor je kinderen, sport om je kinderen ook op te voeden. Sport is echt een metafoor voor het leven en boksen helemaal. Want ja, je wordt gewoon in je gezicht geslagen en wat doe je ermee? En je krijgt tegenslag op tegenslag en hoe ga je ermee om? Ik denk dat dat toch wel redelijk bewezen heeft de laatste, ja, wat is het, 20, 25, 30 jaar, hoe belangrijk sport is voor een samenleving en hoeveel mensen eigenlijk sport beoefenen in een land als Nederland. Misschien is corona daarin wel een zegen eigenlijk, ja. Dat is het helemaal niet uiteraard, maar want we hebben de samenleving en ook de politiek heeft al meer gezien dat de verenigingen en het sporten, dat waanzinnig belangrijk is. Aan de ene kant kunnen de topsporters een voorbeeld zijn. Aan de andere kant draait het er ook om een land gezond te hebben. En zorgen dat men kan bewegen. En dat brengt sport ook weer met zich mee. Mooi. Heel veel samenhorigheid. En heel veel mensen die ik heb leren kennen ook natuurlijk. Ik word daar nu ik er weer over praat, word ik er weer emotioneel van. Dus dat is gewoon mooi. En dat is sport. Dat is sport. Ja, dat is sport. Ja. Dat is gewoon super tof. Sport kan altijd een beetje meer. Ik denk dat sport heel belangrijk is. Namelijk voor jonge kinderen. Gewoon, sport maakt de mens blij. Maar dank voor je enorme inzet in de sport. En dank voor het feit dat je ervoor gaat. Ik hoop dat jij je wedstrijd wint in maart. Dankjewel. Sportvrienden, zoals jullie weten heb ik me de afgelopen jaren vol ingezet voor de sport. Maar de komende 4 jaar wil ik gebruiken om het belang van sport en bewegen nog veel meer onder de aandacht te brengen in de politiek. Daarbij is het belangrijk dat we de stem van de sport laten horen. En een grote ambitie, zoals elke sporter begrijpt, uit te spreken om de sport te vertegenwoordigen. En om echt een sportieve vuist te kunnen maken is het van cruciaal belang dat we 20.000 voorkeurstemmen halen. Want met 20.000 stemmen kan ik de stem van de sport laten horen en mij echt hard gaan maken zodat we sportbonden en verenigingen kunnen ondersteunen. Meer mensen laten bewegen en elk kind de mogelijkheid te geven om te sporten binnen een vereniging. Om daar vriendjes te maken en het beste uit zichzelf te halen. Maar ik heb daar dus jullie hulp voor nodig. Want met jouw stem krijgt sport en bewegen meer aandacht in de Kamer. Dus ik wil u vragen om op 17 maart te stemmen, op plek 29 van de VVD. Daar vind je mijn naam, Rutmer Herema, stem voor de sport.